Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lucky Day, Base Logistics, VLS Schoonmaak en Sport and Event Security. Put the pedal to the metal. Goedendag, EKTV op TV Rijnmond vanuit het Neptunus Familiestadion, waar hier op dit veld morgen de finale van het EK honkbal wordt gespeeld. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we kijken naar een samenvatting van de tweede partij die Nederland in de tweede ronde heeft afgewerkt. Het duel met Spanje. Nederland-Spanje wordt voorafgegaan door het werpen van een officiële eerste bal. En die actie wordt uitgevoerd door de bronzen medaillewinnaar bij het speerwerpen van de Paralympics, Ronald Hertog, de man uit Gouda. De echte werper voor het Nederlands team heet Rob Kordemans, de voormalig speler van Neptunus die volgend seizoen coach is en speler bij Amsterdam. Krijgt een honkslag tegen van Daniel Martinez. Een verrassende opening van de Spanjaarden. Daarna Franklin Tabárez. Ook hij raakt de bal goed. Maar de rechtsvelder wordt uitgevangen in het rechtsveld door Danny Romley. Eén man uit, maar nog altijd wel het eerste honk bezet voor Spanje. Francisco Figueroa, de midvelder. Ook hij krijgt de bal het buitenveld in, maar Wesley Conner vangt hem uit. En dan Devis Navarro, aangewezen slagman. En Rob Kordemans maakt de laatste nul zelf. Ondanks de opening met een honkslag komt Kordemans goed uit de eerste inning. De eerste Nederlandse slagbeurt dan. Kurt Smith krijgt vier wijd. Er zijn dan al twee man uit. Maar Oranje krijgt dan wel het eerste honk bezet. Dit is Ricardo Hernandez, de linkshandige startende werper van Spanje. Kalian Sams, midvelder van Nederland. Raakt hem niet heel geweldig, maar goed genoeg voor een honkslag. En Kurt Smith bereikt het derde honk. De derde honkman laat de bal los en daar profiteert Kalian Sams dan weer van. 2-3 bezet, twee man uit. Wesley Conner. Met een perfecte honkslag raakt de bal echt ideaal. Kurt Smith komt binnen. Sams op het derde honk. Goede klap van Wesley Conner. Hernandez probeert dan Conner vanaf het eerste honk af te pikken. Die laat zich insluiten. Ja, niet echt slim gespeeld van de Spanjaarden. Sams komt over de thuisplaat. En het is 2-0 voor Nederland. De vierde oranje slagbeurt. Dwayne Kemp. Geen tweede honkman meer, maar aangewezen slagman. Hele lekkere stootslag. Ja hoor, hij is in op het eerste honk. Goed gedaan van de Tuniaan Dwayne Kemp. Rudy van Heijdoorn dan. Krijgt de bal het binnenveld niet uit. En de Spanjaarden kunnen echt wel een beetje honkballen hoor. Prachtig dubbelspel. 2-0 in 1. En Nederland scoort niet. Terwijl Rob Kordemans voor Oranje nog altijd ongenaakbaar is op de heuvel. José Luis Riera kan gaan zitten met drie slag. En Kordemans gaat zich beter en beter voelen in de wedstrijd. Javier Flores, dag hoor, ook voor hem drie slag. De man die de wereldkampioenschappen voor Oranje besliste, Rob Kordemans, gooit een geweldige wedstrijd en wordt daarbij ook nog eens geholpen door zijn ploeggenoten. Néstor Pérez de derde nul. Kordemans zou 7 innings op de heuvel staan voor Nederland met de fantastische cijfers. 9 keer 3 slag, 1 keer 4 wijd en maar 2 honkslagen tegen. De 7e inning voor Nederland, Nick Urbanus. Kan niet uitgemaakt worden, dus scoorden we een honkslag voor hem. Met als volgende man aan slag Michael Duursma. Ook een honkslag voor hem. En dan gaat Franklin Tabárez ook nog eens in de fout in het rechtsveld. Urbanus gaat door naar thuis. Maar komt daar echt tekort. Catcher Javier Flores tikt hem uit. En geheel terecht uitgegeven door de scheidsrechter. Urbanus twijfelt hier. En gaat dan toch naar thuis. Ja, en dan ben je als de aanworp goed is, als loper eigenlijk wel gezien. Goed gedaan, Javier Flores. Het blijft 2-0 voor Nederland. Ook in de 9e inning met Luc van Mil. 2,15 meter lang op de heuvel. Hij gooit hard en dan krijgen ze ook hard om je oren. Honkslag Franklin Tabárez. Gaat het dan toch nog spannend worden in de laatste slagbeurt? De Spanjaarden met nog geen nullen en het eerste honk bezet. Francisco Figueroa, ook hij slaat een honkslag. En dan wordt het echt penibel voor het Nederlands team hoor. 1-2 bezet. Met de beste slagman van de Spanjaarden in het slagwerk, Devis Navarro.
Ja, Loek van Mil denkt er het zijne van. Hij heeft het moeilijk. Bal aan de binnenkant gepitcht. Navarro krijgt hem niet weg. En Heinli Stasio maakt de eerste nul. Lekker voor Van Mil. Lekker voor het Nederlands team. Jesus Golindano dan. Terwijl de coach zijn tekens geeft. Hij ruikt nog kansen. Golindano ook op de binnenkant gepitcht. Op zijn handen. Krijgt hem ook niet weg. Urbanus maakt de nul op het eerste honk. Maar wel 2 en 3 bezet. En José Luis Riera aan slag. Een goede honkslag. En het is een punt. Maar zover komt het niet. Want het is Van Mil die 3 slag gooit. En Nederland-Spanje daarmee beslist. Oranje staat in de finale. Morgen tegen Italië. En dat alles dankzij het fantastisch optreden van de man met de grote glimlach. Rob Kordemans. Ja, wat kan je meer zeggen over Robbie Kordemans? Die gooit gewoon perfect. En, dus je ziet hoe ongelooflijk het is dat hij kan 84 mijl per uur gooien. Maar toch mensen uit balans halen de hele wedstrijd. Er komen mensen die harder gooien. Maar die, ineens zijn die Spaanse slagmensen gewoon meer met de timing bezig. Dat verbaast me een beetje. Maar je moet petje af voor hun. Maar uiteindelijk waren we gewoon beter vanavond. We hebben goed defensief gespeeld. Er was niks meer aan de hand. We hebben de nullen gemaakt die we moesten maken. Dus zo weer in wedstrijden. En dat hebben we vanavond te laten zien. Ik ben Tom Stuifberg, ik ben 23 jaar, ik kom uit Haarlem en ik speel voor de Minnesota Twins organisatie op AA niveau. Dat ik 12 was begonnen als man met scouten en toen dat ik 16 was ben ik in contact gekomen met scouts. En zodoende zijn ze me blijven volgen en is mijn progressie goed gegaan en vonden ze me goed genoeg om een contract aan te bieden. Hoeveel ik verdien? Nou, je verdient gewoon normaal. Gewoon prima, je kan ervan leven. Ja, in de Major League is het minimum salaris geloof 500.000. Dus ja, als je daar eenmaal terechtkomt, dan is het een paar jaar goed spelen en hopelijk een mooi contract eruit slepen. Ik denk in 1 of 2 jaar dat ik een goede kans heb om de Major League te halen. En dan hopelijk goed genoeg presteren om daar te kunnen blijven. Ik denk als ik geen plezier meer heb, dat ik er dan mee stop. Van Tom Stuifbergen, een van de werpers van het Nederlands team, gaan we naar de catcher van Tsjechië. Want de catcher van Tsjechië heeft dezelfde naam als de keeper van Chelsea, Petr Cech. Hey, I'm Peter Cech. I'm from Ostrava, Czech Republic. I'm a catcher. And the keeper, Peter Cech, is pretty good. It's only the goalkeeper because the team is retarded. I'm just saying. You're not happy with that, though. The team is retarded. I kind of like it. We are distant relatives, really, so we just like, that's what my dad says all the time, I guess, that's true. Ezra wastes his moment and then under hits it. I flew to Ireland and people got really sad when I showed my passport because they thought it's going to be real to Peter Cech, the goalkeeper. So I was like, I'm sorry about it. I mean, yeah, people expect somebody else every time they see my name, but it's a pretty common name, like a lot of people have it. Put a name on it. He's obviously well known because of his helmet. Yeah. And you being a catcher, obviously wearing the helmet as well. He's wearing helmet because in one game the guy broke his skull. And I'm just wearing it because I like my face too much, so I just don't want to get really shattered. I literally feel confident when they put a gear on, if I get my gear, she's perfect for me and put everything, the game is on. So when you put your gear on, do you transform? I guess I can transform, yeah, I kind of a little bit transformer, yeah. Feel like nothing go through me and no one can beat me. Feel pretty confident with it and like it. Again, perfect defense. Perfect defense, yeah. And yeah, that's the thing I feel confident in. Yeah.
Het antwoord op de laatste prijsvraag van EKTV is België. Daar werd in 1954 het eerste EK honkbal gehouden. De laatste winnaar is Tom de Jong uit Rotterdam. Hij wint de oranje cap en de kaarten voor de finale van morgen. Zo, het is weer tijd voor een uitsmijtertje. Wat is het hardste wat je ooit gegooid hebt? 99. Ik heb nog nooit de 100 geraakt. Maar ik heb denk ik 99, ik weet niet, 50 keer geraakt of zo. Ik denk echt dat 99 mijn top is en dat ik die 100 nooit ga breken. Is dat jouw handelsmerk, hard gooien? Ja, en van hoog naar laag gooien natuurlijk. Want met mijn lengte kan ik niks anders doen dan van hoog naar laag gooien. Want hoe lang ben jij? 2,15. Nou, ik heb al gehoord dat ik 95 raakte. En is dat wat je vaker gooit? Dat is wel wat ik gemiddeld gooi, ja. Met worpen van 93 mijl en een uitschieten naar 95 is Loek van Mil de absolute winnaar van het uitsmijterklassement. Niemand gooide harder tijdens dit EK. De werper uit Os steekt er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit. En met Loek van Mil als winnaar van het uitsmijterklassement komt er een einde aan EKTV voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer voor het laatst. En dan kijken we naar de finale. Wie wordt Europees kampioen honkbal? Wordt het Nederland of wordt het Italië? Je ziet het morgen. Put the pedal to the metal. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lucky Day, Base Logistics, VLS Schoonmaak en Sport & Event Security.